In aanloop naar de 100ste Vierdaagse vond vrijdagmiddag de hectometermars plaats. Sponsoren, de organisatie en het college van burgemeester en wethouders waren aanwezig. De groep liep vanaf het Valkhof een rondje van 1,5 uur. Om 2:30 gaf burgemeester Bruls het startschot. Ook de organisatie van het militair kamp Hummersoort was aanwezig. De heer Strijker gaf leiding aan de opbouw van het kamp. Nou, eigenlijk is het in stijl van de Vierdaagse een korte wandeltocht van allemaal relaties die verbonden zijn met de Vierdaagse, de doortochtgemeente, een aantal sponsoren. En elk jaar wordt die eigenlijk gehouden, ongeveer een maand van tevoren, om nog eens even een ontspannende sfeer elkaar de hand te schudden en elkaar veel succes en veel plezier te wensen voor de komende Vierdaagse. En u snapt dat vandaag natuurlijk extra speciaal is, omdat we de 100ste voor de boeg hebben. Nou, ik leef er zeer naartoe, want je merkt dat nog meer dan in andere jaren eigenlijk de voorpret veel vroeger is begonnen. Eigenlijk al op onze nieuwjaarsreceptie, hè, toen we er bij stil stonden. Nou, er zijn een heleboel bijzondere dingen gebeurd. We staan hier bij het museum, hè, er is een tentoonstelling gewijd aan de 100ste Vierdaagse. Dus het is nog veel meer dan andere jaren dat de maanden ervoor al een teken staan van die Vierdaagse. En ja, feitelijk hebben we pas, ik geloof over 5 weken, is de intocht al. Dus het wordt nu natuurlijk nog steeds spannender op een leuke manier. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar voor de 104-daagse. Het tentenkamp dat staat er voor een deel. Voor een deel wordt het afgebroken, voor een deel gaan we bijbouwen. Maar we hebben eerst de Sons als gast. Daar zijn we bijna klaar voor. Er moeten nog een paar puntjes op die gezet worden de komende dagen. En van daaruit gaan we door richting de Vierdaagse. Nou, we hebben in ieder geval 10% meer militaire deelnemers dan vorig jaar. Dus plus 500. En als we kijken naar de gasten totaal op Hummersoort, dan zit je rond de 6000. De burgemeester van Nijmegen die heeft altijd heel duidelijk verteld, 1 mei is het kamp zeg maar even leeg. En wat hebben we gezien? Op 1 mei was het kamp leeg. Dus voor ons was dat absoluut geen issue. Even een rustig moment te midden van alle drukte we hebben. Want u kunt zich voorstellen dat de mensen die echt volop bezig zijn met het organiseren, daarvoor is het echt hoogseizoen. En dit is even een paar uurtjes met z'n allen een gezellig wandelende pad. Dat is ook even de functie van wandelen. Tijdens wandelen kun je met elkaar praten, kun je ook tot rust komen. Net zoals een Vierdaagse dat in zich heeft. Wij doen dat even in het klein. Het is natuurlijk elk jaar dat wij op scherp staan, alles goed hebben voorbereid. Het bijzondere dit keer is met name dat we meer mensen verwachten. Dat is op zich een goed opgepakt iets, dat wisten we al jaren. In die zin zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonderheden. Maar ja, het is natuurlijk wel iets meer organiseren. U zit het in de routes van de Vierdaagse, daar zijn we de aanpassing gepleegd. En als we meer mensen in de stad verwachten, dan hebben we die natuurlijk ook bij. Aan de andere kant, weet u het verschil tussen 200.000 en 230.000 mensen, dat zul je niet zo heel erg merken. Ik denk dat iedereen heel erg goed Nijmegen kan bezoeken en daar feesten te vieren of andere leuke dingen te doen.